Welkom Harold bij de kunsthal, bij de tentoonstelling We Are Animals. En we staan hier bij een werk van Daniel Furman, voor mij gewoon een olifant, een willekeurige olifant. Maar volgens mij zijn er heel veel soorten. Welke soort zou dit zijn? Nou, het is heel grappig dat je inderdaad zegt, want ik kijk gelijk naar de olifant. Jij kijkt naar de kunstenaar misschien. Ja. Verzint daar een verhaal bij. Nou, het is een Afrikaanse olifant, maar die zijn wel gescheiden in twee soorten. Een bosolifant die leeft echt in de oerwouden van Congo. En je hebt de savanneolifant die meer in de open gebieden leeft. En deze heeft het meeste kenmerken van de savanneolifant. Maar zijn oren lijken wat meer op een bosolifant. En stiekem heeft hij ook iets te veel haar voor een Afrikaanse olifant. Dat zou je meer verwachten bij de Indische of Aziatische olifant die wij in Blijdorp ook hebben. Dit is een olifant die in Blijdorp zie je natuurlijk niet zo aan de muur hangen. dat zou onmogelijk zijn. De kunstenaar heeft iets willen zeggen over zwaartekracht, over hoe zo'n beest waarvan wij denken van die is heel zwaar toch, om die zo licht te maken als een veertje, om er een verhaal mee te vertellen. Maar jullie vertellen andere verhalen. Wij vertellen andere verhalen, maar aan de andere kant het feit dat een olifant zo groot en zo zwaar zit, is het grootste en zwaarste landdier, maar ze kunnen eigenlijk zich ook opvallend lichtvoetig bewegen. Dus ik vind het ook wel mooi dat je zoiets ziet. Hè. En we kennen natuurlijk Dombo, het vliegende olifantje, ja, met zijn grote oren. Dat was ook een Afrikaans olifantje. Maar het geeft wel iets weer dat een olifant bijvoorbeeld, ja, die slurf is ook, er zit ontzettend veel kracht in. Er zitten waanzinnig veel spieren in, ja. 40.000, 70.000 zeggen mensen. Maar daarnaast kan hij er echt natuurlijk een klein muntje mee oppakken. En eigenlijk geldt dat ook een beetje voor die voeten. Een olifant kan zijn voet echt heel voorzichtig neerzetten. En ja, we hebben het wel eens over een olifant in een porseleinkast. En ik denk dat een olifant daar misschien nog wel beter uit de voeten zouden kunnen als wij mensen heel vaak doen. Want olifant is eigenlijk opvallend lichtvoetig en bewegelijk. Ja, en kun je iets vertellen over jullie... In Blijdorp, dat noemen wij een kudde. Ja. In Blijdorp hebben we een kudde en bestaande uit een matriarch, zeg maar. Dat is Irma, dat is ons oudste olifant. Die is inmiddels 50. En die loopt daar dan met haar dochter en kleindochter. En wat wij ook zien is dat natuurlijk die olifanten, dat eigenlijk echt een familiedier is. Dus familie, dat komt altijd op de eerste plaats. We hebben op dit moment ook nog twee andere dames die binnenkort gaan verhuizen. Die hebben altijd bij ons kudde gewoond. En daar ontstaat op een gegeven moment toch een soort natuurlijke... Dat is een moeder en dochter die wat minder verwant zijn aan onze Irma. En dan zie je toch dat daar een breuklijntje komt. En voor zo'n afsplitsing van zo'n kudde zoeken we dan ook een andere plaats. En dat is eigenlijk wat ze in de natuur ook vaak doen. Je ziet soms hele grote groepen olifanten bij elkaar. Dat is vaak in tijden van voedselschaarste of droogte. En als alles weer gezond is, dan zie je dat zo'n hele grote groep zich eigenlijk weer opsplitst in die familieunitjes. Ja. En daarbij is de lijn moeder-dochter is eigenlijk dat is een hele sterke band tussen olifanten. Dus die gaan met elkaar? Ja. Ja, die blijven bij elkaar? Ja. Ja, dus eigenlijk gaat het heel natuurlijk, op natuurlijke wijze bij jullie splitsen. Dat kuddemanagement, zeg maar, daar let je niet alleen op genetica, van welke dieren moeten met elkaar en een jonkie krijgen. Maar wij zoeken echt naar hoe houden we die familieverbanden zo goed mogelijk in stand. En luister ook naar de olifanten zelf als het ergens niet meer gaat in een kudde. Ja, dat we zeggen, merk je. Dat merk je. Ja. Ja, en de olifant heeft natuurlijk, in het wild wordt er ook veel over gezegd, niet alleen maar heel gemakkelijk. En daar spelen jullie natuurlijk ook een rol in. Het geldt eigenlijk voor alle drie de officiële olifantsoorten. Dus de twee Afrikaanse hebben het zwaar. Met name de bosolifant is zeer ernstig bedreigd. En de savanneolifant is gewoon ernstig bedreigd. De Aziatische olifant, als je daarover nadenkt en je kijkt naar hoe het 100 jaar geleden was en hoe het nu is, dan zie je echt een lijn die gaat heel hard naar beneden. En er zijn wel wetenschappers die zeggen dat olifanten op dit moment harder uitsterven dan de mammoet ooit gedaan heeft. En dat is toch wel, als je daarover na gaat denken, en dat zo'n mammoet er honderdduizenden jaren over doet eigenlijk om te verdwijnen, dat we dat bij olifanten binnen 3-4 generaties voor elkaar krijgen. En daar is toch menselijk handelen veruit de grootste factor. Ja, dat geeft wel een bepaald perspectief eraan. Ja. En wat je nu eigenlijk ziet, met name in Zuidoost-Azië, dat die olifant gaat steeds in kleinere groepjes leven. Er is geen ruimte meer voor grote kuddes. Er zijn soms ook geen verbindingen meer tussen die kuddes. Dus je ziet ook een soort, eigenlijk waar wij in dierentuin een voedprogramma voor hebben.
voorkomen van inteelt en te veel verwantschap, zie je dat in de natuur op dit moment optreden. Dus de kennis die wij hebben over genetica, en die kun je ook in het wild eigenlijk zo neerleggen en zeggen van ja, hier moet dus iets gebeuren. Willen we die olifant nog kunnen redden? Ja, ja. Ja, dus daar spelen jullie ook een rol bij. En ik kan me ook voorstellen, kijk, olifanten hebben ook iets aandoenlijks. Dat is in het wild natuurlijk een ander verhaal, maar we hebben inderdaad wat jij zegt, Dombo, het olifantje, in kinderboeken zie je het. Het is altijd een heel aantrekkelijk beest. En we hebben ze natuurlijk ook als mensen in die zin in circussen neergezet, omdat ze kunstjes kunnen en ze allemaal dingen aangeleerd die, nou ja, die heel menselijk zijn. En een van de andere werken in de tentoonstelling is van Douglas Gordon. En die werd op een dag wakker en dacht, ik heb eigenlijk nog nooit een olifant zien liggen. Tenminste, niet in het wild. Ja. En behalve in het circus. Maar in het wild liggen ze eigenlijk helemaal niet. Klopt dat? Dat is vaak gezegd en gedacht. En naarmate onze cameratechnieken en alles beter wordt, onze observaties, zie je wel degelijk dat olifanten ook echt gaan liggen om te slapen. Oké. Dat doen ze niet altijd allemaal tegelijk. En olifanten kunnen ook wel staand in een soort slaaptoestand zijn. Mm-hmm. Maar je ziet met name dat die kuddes, als die ver moeten lopen voor water, dat met name de jongere dieren echt veel gaan slapen. En wat wij in Blijdorp ook, ons verblijf is gebouwd in 1990, zeg maar. Door een betonnen vloer met vloerverwarming, want dat was volgens de laatste inzicht. En gelukkig hebben we dat inmiddels veranderd en ligt er een zandvloer. En zie je ook dat die olifanten het heerlijk vinden om echt tegen elkaar aan in dat zand te slapen. Ja. En dan voor Irma, onze oude dame, moeten we een klein bedje maken. Dus dan schuiven we het zand een beetje op een heuveltje, zodat ze wat makkelijker weer op kan gaan staan. Ja. Dus dat zie je ook wel in de natuur, dat ze vaak in bij een rivier of een heuveltje, dat ze daar, dat volwassen dieren daar graag tegenaan liggen. Zodat ze ook snel weer in de been zijn. Ja, precies, want het is nogal gewicht wat ze natuurlijk omhoog moeten tillen dan zelf. Ja. En dat werk van Douglas Gordon, dat is, daar zie je een olifant in een witte galerieruimte. Dat is een circusolifant. Echt een elephant in the room. Ja, een elephant in the room inderdaad. Ja. Ja, daar kan het ook nog naar verwijzen. En die doet daar kunstjes. En ergens zit er toch een beetje in, zo in mijn hoofd, dat liggen van die olifant en dat rondjes draaien of zo, is best een soort bijna natuurlijk beeld bijna. Omdat je dat wel veel ziet gebeuren. Ja, en er zit natuurlijk wel iets achter dat die olifanten, die moet je dat aanleren. En die is daar niet zomaar vanzelf heen gelopen en dacht van ik ga eens in een lege zaal staan. Nee. Dus ik, als ik daarnaar kijk, het is heel indringend. En dat is natuurlijk mooi als je denkt van kijk, als dat oproept tot actie door te zeggen laten we met z'n allen iets doen aan bescherming van die olifant. Hè. Beseffen nou dat dit de laatste der Mohikanen kunnen zijn en wij daar iets aan kunnen veranderen. Ja. En in dat opzicht vind ik het een heel mooi beeld, omdat het zo ontzettend dichtbij komt en ook wel bewondering oproept voor toch een bepaalde mate van elegantie. Dat vind ik als ik hiernaar kijk. Ja, het is ook bijna dansend, wat je net zei. In die ruimte. Ja, over het lichtvoetige, dat kan je daar heel mooi zien. En aan de andere kant, als ik dan denk aan het leed van de circusolifanten en helaas ook in veel dierentuinen ter wereld, dat je zegt van ja, daar moeten we ook iets mee. Daar moet verbetering in komen. En dat... Het is een indringend aangrijpend werk. En uiteindelijk is de kunstenaar wel... Het idee is er wel achter dat het iets oproept. In de zin van dat we daar iets mee moeten. En tegelijkertijd zie je ook dat werk... Zie je dat beest in die witte ruimte staan. En dat is eigenlijk heel confronterend. Ja. Vind ik. En dan hebben we nog een derde olifant. Een heel klein olifantje van Carsten Huller. Dat is, als je erbij gehurkt gaat zitten, dan kan je hem in de ogen aankijken. En eigenlijk wil je hem het liefst aaien en omhelzen. En dat doet natuurlijk heel erg iets met wat wij schattig vinden en waar wij mensen heel gevoelig voor zijn. Hebben jullie ook kleine olifantjes in de dierentuin? Wij verwachten eind april, ergens halverwege eind april, zeg ik, moet altijd een beetje voorzichtig zijn. Een olifant doet er 22 tot 23 maanden over om een jong op de wereld te zetten. Dus dat zit heel lang en dan loopt het wel eens uit in de tijd. Ja. Maar je ziet dat een jong in een kudde ook voor heel veel, niet alleen emotie bij bezoekers oproept, maar ook bij moeders en tantes die een rol hebben in de opvoeding ook van zo'n jong. En ik denk dat daarin komt ook heel erg naar voren. Dat maakt het ook wel indringend. Wij zien een bepaalde gelijkenis met die olifant. We hebben in het verleden van alles gedaan met olifanten. We hebben ze ingezet voor oorlogvoering. Hannibal die trok over de Alpen met zijn olifanten. Ik ben wel blij dat we nu op een andere manier ook, zeker in Blijdorp,
naar olifanten kijken. Van, ja, weet je, het gaat om die familie en die familieband en wat er gebeurt in die familie. En dat staat eigenlijk voorop. Ja. Dankjewel. Ja, leuk dat je het heel leuk hier om, was bij de kunsthal. Om hier te zijn met al die prachtige beelden en een vliegende olifant. Ja.